belegering van Sarajevo. 44 maanden lang terreur. De kanonnen van generaal Mladic en zijn sluipschutters maken in de stad zeker 10.000 slachtoffers. Om een eigen Servische mini-staat te creëren, zuiveren de troepen van Mladic verschillende dorpen en gebieden, door de bevolking te verjagen of uit te moorden. Meest bekend is Srebrenica. Onder de ogen van het Nederlandse Dutchbat vindt de ergste genocide op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog plaats. Zeker 7500 moslimmannen en jongens worden vermoord. In de rechtszaal heeft Mladic altijd ontkend verantwoordelijk te zijn. Anderen zouden de bevelen hebben gegeven en zelfstandig hebben gehandeld. Maar hij had eigenlijk al bekend destijds op het slagveld. Mladic is nu, 22 jaar later, voor zijn gruweldaden veroordeeld en zal de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen.